Goedenavond iedereen, super tof dat jij kijkt naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. We zijn hier op dit moment bij de Horror Zone in Best en dit is een horror evenement. Het staat hier in het teken van schrikken, spookhuizen, scare zones. Ja, helemaal te gek natuurlijk, maar deze video wordt super speciaal. Want in deze video gaan wij, ja dit is dus wat ik bedoel. In deze video ga ik door een spookhuis lopen en ik heb een cameraman bij. Dus we gaan gewoon zien hoe ik keihard te grazen word genomen en hoe ik keihard ga schrikken in een spookhuis. Heb je het altijd al willen zien, druk dan zeker eens op dat duimpje omhoog. En dan gaan we snel door naar het spookhuis. Ik heb er echt geen zin in. De horrorzone bestaat hier dus uit een aantal spookhuizen. Ze hebben hier 3 spookhuizen. Ik ga dus dadelijk door een spookhuis lopen en ik vind het super eng. Het enige spookhuis waar ik ooit ben ingeweest is in Toverland geweest. En daar heb ik echt al 7 kleuren stront gescheten in mijn broek. Dus ja, dat wordt wel heel erg spannend. Echt geen zin. Nou. Ik heb rond de doek niet in. Ik heb een druk en een droek niet in. Mijn kerk. We staan hier nu voor de ingang van het spookhuis. En mijn hart begint toch wel een beetje sneller te slaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik zal me even voorstellen. Meneer Barnett. Hallo. De eigenaar van het hotel. Wat is uw naam? Rohan. Ja. Rohan. Je bent toch geen gekke? Circusartiest, Rohan. Nee. Kijk, fijn. Want sinds dat circus hier in de stad is, slapen alle artiesten in mijn hotel. En ik word er gek van. Ik neem aan dat jullie samen een bed hadden gedeeld. Ja. Wat gebeurt er? Sfeer. Al die gekke geluiden. Holy shit, gasten. Ik weet niet waar ik beland ben, maar ik vind het echt heel eng. Ik schijn dus in een hotel te zijn. En ik schrik me nou al helemaal de regering, maar dat maakt niet uit. We zijn hier dus in een hotel of zo. Ligt hier iemand in een bed? Hotel, ik weet niet wat ik hier meemaak, jongens. Help! Welkom, hooggeëerd publiek. Nou ja, jullie dan. Jullie zijn op zoek naar een kamer. Ja. Ja. U kunt deze eventueel krijgen. Voor de helft van de prijs. Als ik later een hotel ga boeken, ik ga nooit in dit hotel slapen. Jongens, ik wil naar huis. Ik ga niet meer in een hotel slapen. Holy shit. Holy shit. Oh nee, dit is niet gezond. Er stond net iemand achter. Oké. Die is goed. Die is echt heel goed. Misschien is het jullie niet opgevallen, maar Pieter en Priscilla van het kanaal Zero G Reviews zaten in dit huis als scare actors. En ja, ik ben echt goed geschrokken. Hebben ze goed gedaan. Jongens, bedankt voor deze mooie schrikervaring. Ik wil in ieder geval eerst de mensen van Horror Zone heel erg bedanken dat wij hier mochten komen filmen. Ik wil ook Pieter en Priscilla van Zero G Reviews ook absoluut eventjes bedanken voor het mooie schrik-effect en dat ik vanavond niet kan slapen in mijn bed. Nee, zo erg was het niet, maar jullie hebben me goed te grazen genomen in het spookhuis. Vond je deze video nou een beetje leuk om te kijken? Druk dan zeker eventjes op dat duimpje omhoog. En ben je nou benieuwd naar de volgende video's? Vergeet dan daar eventjes niet te abonneren door op mijn hoofd te klikken in de outro. Ik ga even een andere onderbroek aantrekken en dan zeg ik tot de volgende video.